Afgelopen woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers stelden journalisten verschillende vragen aan minister Parmalat Zeudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Op de vraag hoe het gaat met de melkveesector gaf de bewindsman het volgende antwoord. Ja, nee, u heeft helemaal gelijk. En, kijk, het is een vak waar je liefde voor moet hebben. Je moet erin geboren zijn, je moet een bepaalde band met de dieren hebben. En dat is de motivatie meestal. Dan geld zelf voor de boeren. Maar natuurlijk moeten ze uitkomen. De boeren moeten ook uit kunnen komen, want ze hebben ook uitgaves. En het is niet van vandaag. Het is al een hele aantal jaren is het gaande. De jongeren die trekken weg. Die willen niet meer overnemen van papa. Kijk, twee keer per dag onder een koe zitten. Die discipline moet je hebben. En iets moet je motiveren daartoe. En 305, je hebt geen vakantie. Hè? Je hebt totaal geen vakantie. Deze groep moeten we koesteren. Vandaar dat we de besluit hebben genomen van we gaan deze groep, sorry of mijn stem, ja. en ondersteunen. Maar het loopt niet snel genoeg, laat maar zo zeggen. Omdat vanaf het begin waar we de dieren vandaar wilden halen. De protocollen, nu in dit geval Brazilië, moesten nog in orde gemaakt worden. En dan komen daarbij heel wat zaken bij kijken. Quarantaineruimte bijvoorbeeld. Ik heb hier een paar keren behandeld. En dat moet helemaal up-to-date zijn. We hopen ergens medio komende maand dat ready te hebben. Voorbereiding wordt nu getroffen om gras te zaaien. De stal moet nog afgemaakt worden. Dan gaan zij uit Brazilië komen inspecteren. Voordat de eerste beesten op de boot gaan. Maar aan de andere kant proberen wij dan die groep boeren ook dusdanig te motiveren. Van luister, we gaan je selecteren. We beginnen met de boeren die niet voor melkcentrale leveren. Die zitten al in het systeem. En hun optimaal en, allerlei ondersteuningen te bieden. Met graslandverbetering tot een eventueel uitbreiding van hun stal. Aanpassingen die ze moeten plegen. Maar ze hoeven niet contant te betalen voor die beesten. Dan gaat de betalingsregeling getroffen worden. Een deel uit melkleverantie, een deel met kalverlies gaan krijgen. Maar die groep is een bijzonder belangrijke groep. Omdat qua voedselzekerheid, en vooral oudjes en kinderen, die zijn totaal afhankelijk van melk. En de aanbod van melk in de wereld, moedermelk, het wordt alleen maar moeilijker en moeilijker. Eerst om aan melkpoeder te komen. Ten tweede, de prijs stijgt enorm. En alleen maar door lokale productie te stimuleren, gaan we dat kunnen aanpakken. Dus het heeft alle aandacht van ons. Ik ben praktisch zelf, trek ik eraan. Elke dag ermee bezig. Ja, we hebben toen berekend, we zouden zitten op 1500 koeien. En willen we willen we zelf voorzienend worden. Maar de eerste partij ben ik op 400 koeien. We hebben een boot gevonden die dan die 400 koeien tegelijk kan brengen. De andere boten zijn vele malen groter, maar je moet hier kunnen handelen. Dus de eerste beesten die komen, die moet je qua capaciteit van je in de quarantaineruimte dat ook aankunnen. En als ze komen, moeten ze volop gras hebben. Je voeding moet goed zijn. Maar ook qua een capaciteit eromheen om die beesten te kunnen volgen. En qua ziekte bijvoorbeeld, die ze eventueel zouden kunnen meenemen. Maar we hebben ook als eis gesteld van de leverancier. De koeien moeten in Brazilië ook eerst in quarantaine. Een paar weken om hun te volgen. Dus je hebt heel wat veiligheden ingebouwd. Onderweg hier naartoe gaat ook dierenarts aan boord zijn. Die moeten ze kunnen blijven volgen. Want het risico is te groot om met zulke grote hoeveelheden koeien dat je ook ziektes importeert. Dus wat dat betreft zijn we uiterst voorzichtig. En we zijn. Hierbij hebben we ook natuurlijk alle ondersteuning van de Brazilianen zelf. Al lang wordt er gepraat dat Suriname de voedselsmoesel wordt van het Caribisch gebied. Hoe ver zijn we van die stappen? Kijk, natuurlijk het is een nobel streven om voedselsmoesel te worden. En ik zou heel erg blij zijn als we dat voor een belangrijk deel zouden kunnen worden. Maar de randvoorwaarden daartoe, die moeten ook geschapen worden. Alleen door te stellen van we moeten voedselschuur worden, kom je er niet. Wat heb je allemaal daarvoor nodig? Je hebt een goed beleid nodig. Welke gewassen ga je, of welke producten
ga je vervaardigen? Waarin is er behoefte? En moet je het eerst verwerken? Moet je het vers exporteren? Wie zijn de producenten? Het land zelf. We hebben genoeg land. We proberen zelf als een entrepreneur, als een nieuwkomer, aan een stuk land te komen. Het lukt, het gaat niet zo makkelijk. Als je een stuk land koopt, dan ben je bij Hazie al je kapitaal daaraan kwijt. Terwijl je het kapitaal nodig hebt om een bedrijf te runnen. Wat dat betreft moet er ook heel wat veranderen in het beleid zelf. En Brazilië, natuurlijk, heel wat landen in de wereld hebben in de loop der tijden te maken gehad met dit soort zaken. Waarbij je die kleinschaligheid natuurlijk wilt aanpakken door iets grotere, middelgrote bedrijven die efficiënter kunnen produceren. Maar het moeten gezinsbedrijven blijven, want die produceren het goedkoopst. Die wil je dan gaan creëren. Nederland heeft de historie gehad in de jaren 60 van ruilverkavelingen. Een aantal percelen werden opgekocht door de overheid en die werden weer overnieuw ingedeeld. En afhankelijk van bodemtype, allerlei andere en de zaken die op grond waarvan het beoordeeld wordt. Bepaal je dan, oké, hier is het geschikt voor veeteelt of akkerbouw of wat dan ook. Hier moeten we dat ook gaan doen. Maar het is een gedurfde stap natuurlijk, want niemand wil zijn perceel kwijt. Je krijgt een perceel in de grondhuur van de overheid om daarop te produceren. Maar we hebben hier een attitude. Ik hoop hoor, ik bedoel, namelijk. Alsof het ons eigendom is geworden. Je betaalt wel elk eind van het jaar, betaal je huur. Maar we gaan er niet om als eigendom. Terwijl dat bedoeld is juist, is een landbouwgrond, tuinbouwgrond, om voedsel te produceren. Dus qua mindset moet het zaakje weer gaan veranderen. En wat er nu gebeurt, terreinen waarover LVV beschikt. We geven niet de grondhuur uit, maar we geven het uit in gebruik. Helaas kun je daarmee niet aan de bank gaan om geld te lenen. Maar je hebt in de gebruik, je kunt erop produceren, zolang je wil. Natuurlijk zijn er een aantal voorwaarden daar gekoppeld. Maar die terreinen moeten wij zien te conserveren en te reserveren voor ons nageslacht. En als je straks heel Suriname verkaveld en je hebt geen grond, geen vierkante meter meer om te produceren. Dus het beleid, het denken, die mindshift moet er ook komen van hoe wij met die gronden moeten omgaan. En we hebben niet veel hoor, het lijkt veel, maar we hebben niet veel aan geschikte landbouwgronden. Thank you.